Hallo gast, ik ben op dit moment in Egmond aan Zee en dit is de vieze moppetrommel. Je hebt er één? Ja. Ja, oké. Okay. Hoe weet je dat de blondine in je auto heeft gereden? Hoe weet je dat een blondine in je auto heeft gereden? De versnellingspook is nat. Als je heel vaak achter elkaar zegt, vader en moeder leggen brood op tafel. Vader, moeder leggen brood op tafel. Vader, moeder leggen brood op tafel. Vader, moeder leggen brood op tafel. Ah, leggen brood op tafel. Vader, moeder leggen brood op tafel. Ah. Wie heeft dat nou bedacht? Wij. Vader, moeder leggen brood op tafel. Jantje liep met zijn vader door het bos en zag twee koeien neuken. Hij vroeg aan zijn vader wat zijn ze aan het doen. Zegt zijn vader, ze zijn patat aan het bakken. Vraagt Jantje, lopen ze 200 meter verder, zien ze twee schapen neuken. Zegt Jantje ook, weet het al, ze zijn patat aan het bakken. En even later gaat Jantje slapen, s'avonds hoort hij geluid op de kamer van zijn ouders. En hij loopt er naartoe, oh ik weet het al, jullie zijn patat aan het bakken. De mayonaise zit nog op je mond, mama. Nou, ik kom hier nooit meer hoor. Jongen. Nou Gerrit, je hebt ook wel een mop, hè? Ik heb wel een mop, ja. Ja, nou vertel. Weet je waarom een nijlpaard altijd seks onder water heeft? Waarom een nijlpaard seks onder water heeft? Nee? Probeer maar een 7 kilo kut boven water te krijgen. Dan heb ik er ook eentje. Moet je vork. Soep eet je met een? Vork. Nee, met een lepel. Staat een man bij de, of staat een vrouw bij de bushalte, een hele lelijke vrouw met een papegaai op haar schouder. Ja. En er staan ook een paar mannen om me heen. En ze zegt, als een van jullie raadt welk dier ik op mijn schouder heb, mogen jullie graag met me naar bed. En die ene man zegt, een krokodil. Reken ik goed? Ja, dat is goed. Ja, dat is goed.